Je bent dagelijks bewust of onbewust op zoek naar inspiratie. Kleding, muziek, eten, je levensstijl en ga zomaar verder. Overal is wel inspiratie te vinden. Je wilt geïnspireerd worden door iets of iemand. Je ziet iets, je wilt het ook, maar je wilt het niet letterlijk kopiëren. Je wilt van iets toch wel je eigen maken. Inspiratie opdoen kan soms wel lastig zijn, helemaal als je niet weet wat je wilt. Tegenwoordig word je overspoeld met het zogenaamde ideale beeld van een persoon en verschillende rolmodellen. Weet wat je wil. Wat wil je graag in het leven bereiken? Schrijf alles op. Weet je nou niet wat je wil en zit je met jezelf in de knoop? Probeer dan iets nieuws. Leer van jezelf te houden. Dit is misschien wel lastig, maar voel je comfortabel in je eigen lichaam en draag kleding die jij leuk vindt. Hoe lastig het soms ook kan zijn, maar probeer altijd positief te blijven. Door positief te denken word je ook gelukkiger. Misschien is dit wel raar om te zeggen, maar leef het leven zo, zodat de toekomstige versie van jou trots op je kan zijn. Het is nooit te laat voor veranderingen. De beste inspirerende momenten komen altijd op de meest random momenten. Dus, inspireer jezelf en inspireer anderen.